Rita. Ja? Draai eens om. Oh, wat een verrassing. Ja, leuk hè? Oh, mensen. En papa en, mama zitten thuis. Oh, kindertjes. Oh, wat mooi. Ik heb het. Zijn jullie toch samen in Colombia? Ja, zijn we samen in Colombia. Oh, jongens. Dit is toch niet te geloven? Niet te filmen. Dit is meer dan Rita ooit had durven dromen. In Colombia, het geboorteland van haar kleinkinderen, samen met zoon Henny, schoondochter Mirjam en natuurlijk haar geliefde kleinkinderen Sol en Mika. Dat heb je verdiend. Heb ik het verdiend? Ja. Ja. En waarom heeft ze het verdiend? Omdat ze nog steeds op haar 81ste heel veel goed doet. Niet alleen voor ons, maar ook voor anderen. Daarom heb je dit verdiend. Echt waar. De wens die ik heb vervuld, ik ben hier. En daar was ik al heel blij mee. Ik kan het toch niet beschrijven dat je daar zo je kleinkinderen in die straat op jou... Ik keek eerst en ik dacht eerst, nou, lijken mijn kleinkinderen. Ik denk, het zijn ze. Jullie hadden het niet mooi, echt niet. En natuurlijk wil de familie van Rita ook de rest van de groep even ontmoeten. Ja, Rita dacht natuurlijk dat haar droom klaar was toen ze in Colombia aankwam. Zo. Maar we hadden nog een kleine verrassing voor haar. Dus ze was aan het bellen met haar zoon. Dacht dat dat in Nederland was. Maar ja, toen waren ze allemaal hier. En dat wisten wij natuurlijk al een tijdje. Prachtig. Ja. Ja, het mooie is, jullie hebben nog de hele avond om van elkaar te genieten. Ja. Maar ja, morgen gaan we ook wel weer ergens anders heen, hè? Ik ga natuurlijk nu nog niet vertellen wat. Nee, dat we gaan in ieder geval nu even met elkaar lekker eten. Zullen we gaan? Top. Kom. Follow Dennis. Achter Dennis. Achter Dennis aan. Schitterend, schitterend. Ik ben zo gelukkig dat ik dit mee mag maken. Ja, echt.